dansers, tropische danseressen en vooral heel erg veel zon. De tweede donderdag Meppeldag is van start gegaan. Ik ga vandaag eens even kijken hoe het hier met de dansmoves van Meppel zit. Maar je hebt een geweldige applaus, jongens. Ja, goed.
Stefan en Eline. En toen ik hoorde dat ik hun mocht interviewen, was ik heel blij. Want jullie spatten er echt uit. Maar oh mijn god, die hitte, echt respect daarvoor. Hoe is het voor jullie zelf gegaan, voor jullie gevoel? Nou, heel warm. Maar ondanks dat ging het wel goed. Want dus gewoon focus houden vooral. En als je echt je aandachtspunten in je hoofd houdt, dus waar wij op aan het werken zijn, aan het verbeteren en dansen, dan heb je een focuspunt en dan gaat het beter. Oké. En hoe lang dansen jullie al? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Waar is het begonnen? We zijn begonnen in Sittard bij dansschool Clara Lamar. En we dansen al, hoe lang is het? 12 jaar. Ja, 12 jaar. En hoe oud zijn jullie nu? Ik ben 22 en Eline is... 20. Oké. En jullie zijn wedstrijddansers. Wat zijn de jullie ambities nog? Wat voor wedstrijden gaan jullie de komende tijden nog dansen? Nou, binnenkort in oktober is het NK 10-dans. En we zijn momenteel rankingkampioen in de 10-dans. Maar het NK wordt wel zwaar, dus we zullen het zien. Maar we gaan ons best doen. Oké. En hoe vaak trainen jullie hier nou voor in de week? Ben ik ook wel eigenlijk heel nieuwsgierig naar. Nou, we trainen iedere dag. Iedere dag? Oké, dat had ik niet verwacht. Ook in deze hitte. Ja, topsport. Ja. Nou, ontzettend bedankt dat ik jullie even mocht interviewen. En heel veel succes met jullie wedstrijden de komende tijd. Yes, dankjewel. Ik heb een grote overmacht van die informatie.
Zo lang dansen deze twee drie jaren bij elkaar met elkaar. En dan is het een linkje in, dames en heren. Je moet er wat voor over hebben. Stefan en Elise. De tweede donderdag Meppeldag, het middagprogramma zit erop. Het was een zeer geslaagde middag met heel veel zon en dans. Volgende week gaan we natuurlijk weer even de stad in, maar we gaan nu ons eerst even klaarmaken voor het avondprogramma. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer. Doeg!